Buurman Piet kreeg tijdens de uitspraak van MR. Frank Visser al een behoorlijke woedi-aanval, maar nu blijkt de situatie tussen de buren helemaal te zijn ontsproot. Er kwam zelfs een pistool aan te pas. Begin dit jaar bracht MR. Frank Visser samen met presentator Victor Brandt een bezoek aan Piet en zijn buren Manon en Wesley. Die laatste zouden volgens Piet zijn uitzicht verpesten door bouwafval op hun oprit te zetten. Dit zinde de 89-jarige buurman niet. Al was dat niet het enige wat hem niet lag, Punt uiteindelijk kreeg het koppel gelijk. Dit tot grote ergernis van Piet. Aan Haarlems dagblad vertellen Wesley en Manon wat er na de uitzending is gebeurd. Het stel besloot om het te koop staande perceel van een buurman eerst te bekijken, maar dat hadden ze beter niet kunnen doen. Piet kwam opeens op hen af met een pistool. Hij riep: Als jullie niet weggaan, dan schiet ik jullie eraf. Dit pistool is namelijk geladen, al dus, Manon. Ze besloten daarom ook snel naar binnen te gaan. Toen we zaten te eten, hoorden we schoten in de tuin. Daar stond hij weer met dat pistool. Ook zwaaide hij met een mes zo groot als een zwaard. Uiteindelijk bleek het om een alarmpistool te gaan. Maar de schrik zat er goed in bij het koppel. De melders schrokken daarvan en voelden zich bedreigd, zo verklaart de politie in een statement. Zij onderzoeken nu of er sprake is van een strafbaar feit, daarbij wordt ook rekening gehouden dat de mogelijke verdachte de leeftijd van 89 jaar heeft en meewerkt aan het onderzoek. Het alarmpistool is door de politie in beslag genomen. Dit verhaal krijgt dus vast nog een staartje. Hopelijk geldt dat niet voor ruzie van vorige week uit de merk. Frank Visserijd Visite